Ik denk dat 3/4 van de mensen een beduidende vooruitgang boekt in hun functionaliteit. CIRO betekent Centrum Integrale Revalidatie Orgaanfalen. Hartfalenpatiënten hebben orgaanfalen van hun hart, dat is het orgaan. In CIRO was het altijd zo dat er vroeger longpatiënten gerevalideerd worden. En er zijn heel veel overeenkomsten tussen hartpatiënten en longpatiënten. Ze zijn beide kortademig, is hun grootste klacht. Verder is het zo dat niet alleen het orgaan een probleem is, maar je hele lichaam is een probleem. En dat is bij hartfalenpatiënten zo en ook bij COPD-patiënten zo. Dus dat is de reden waarom wij dat samen met CIRO ontwikkeld hebben. Zij waren voorlopers op het gebied van longrevalidatie en hebben ons gevraagd of we met hartrevalidatie daaraan zouden willen meedoen. En in de literatuur was bekend dat er heel veel overeenkomsten zijn. We hebben er zelf ook over gepubliceerd. En zo is het gekomen dat we dus samen eigenlijk eenzelfde soort programma doen voor beide patiëntengroepen. Het verschil ligt eigenlijk grotendeels in het soort patiënt. De gewone hartrevalidatiepatiënt is iemand die een infarct gehad heeft of gedotterd is. Die heeft een lichte schade aan zijn hart. Het is meestal een net ontstaan probleem en geen langdurig probleem. De hartfalenpatiënt is een chronische patiënt die jarenlang een probleem heeft en waar dus het hele lichaam ook van geleden heeft. Daarom is het ook zo dat die een heel ander soort revalidatie nodig heeft. Die heeft spierverlies, spierfunctieverlies, dus die moet je ook trainen op spierfunctie. Die heeft vaak heel veel psychische problematiek, die moet je opsporen en aanpakken. Terwijl dus de gewone hartrevalidatiepatiënt vaak meer met het probleem heeft van wat kan ik nou weer, gebeurt hetzelfde wat ik gehad heb, krijg ik weer een infarct als ik op de fiets ga. Dus het is heel vaak een soort angstreductie en de mensen over de drempel krijgen om te gaan bewegen. Dat is veel meer het doel van de gewone revalidatie, terwijl de hartfalenrevalidatie veel meer een opbouw geeft van je lichaam en van alle andere mogelijkheden die je hebt. De patiënt wordt eerst in kaart gebracht. Je wil graag weten wat zijn probleem is. In kaart gebracht op allerlei gebieden. Op medisch gebied, dus je wil kijken hoe zijn hart functioneert. Je wil kijken hoe zijn hele lichaam functioneert. En ook, we kijken ook naar psychische dingen, dieetdingen en dat soort zaken allemaal. En als je weet wat er mis is of wat de patiënt nodig heeft, dan kun je een programma voor hem maken waarbij al deze onderdelen een deel uitmaken. Dus het is meer dan de patiënt alleen maar op de fiets zetten of op de lopende band. Het is een programma wat de hele mens eigenlijk probeert te verbeteren in al zijn functies. Natuurlijk doet de fysiotherapie mee, want het blijft nog altijd de hoeksteen van het geheel. Verder doet de ergotherapeut mee om verdere aanvullingen te geven die met name van belang zijn voor het dagelijks leven. De diëtiste doet mee, die geeft een algemene uitleg, maar die geeft ook individuele aanpak als er problemen zijn. Mensen die te zwaar zijn of mensen die te mager zijn of heel veel moeite hebben met het dieet. We hebben een psycholoog of psychiater die meedoet, want er zijn heel veel patiënten met psychische problemen. Door hun chronische ziekte zien we heel vaak. De hartfalenverpleegkundige doet natuurlijk mee, die begeleidt de patiënt eigenlijk ook door het hele programma. En liefst is de eigen hartfalenverpleegkundige, dus waar de patiënt al bekend is, ook het aanspreekpunt tijdens de revalidatie. Proberen we zoveel als mogelijk te waarborgen. En verder hebben we ook een seksuoloog die meedoet, want het blijkt dat heel veel mensen een probleem hebben op dat gebied als je hartfalen hebt. De ervaring is heel positief, natuurlijk wisselend per patiënt. In het algemeen positief, met name veilig. We hebben geen calamiteiten gehad, dus er zijn geen mensen die tijdens de training wat krijgen, behalve blessures van hun knie of rug of dat soort zaken allemaal. Dus het is een veilig programma. En ik kan niet precies de getallen noemen, maar ik denk dat 3/4 van de mensen een beduidende vooruitgang boekt in hun functionaliteit die je ook kan meten. Er is ook nog een gedeelte mensen waar je het niet van meet, maar die het wel aangeven, die duidelijk merken dat ze meer kunnen, met name in het dagelijks leven, die wel weer hun boodschap kunnen gaan doen of die wel weer naar de sport kunnen, die wel weer met de fiets onderweg kunnen. En dat vind ik heel belangrijk. In principe zijn alle cardiologen in dit ziekenhuis en ook bijvoorbeeld in het ziekenhuis Roermond, want die doen ook mee, op de hoogte van het programma. Dus je kunt bij je eigen cardioloog aangeven dat je mee zou willen doen aan dat programma en dan gaat de zaak vanzelf in principe rollen. Meestal word je gebeld door mij of door de afdeling Planning en Control van CIRO om je verdere uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden die er zijn.